Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week nachtafsluitingen van de Maastunnel en de parallelbaan op de A16. Een deel van de Honingerdijk en de Oostzeedijk is dicht. En door werkzaamheden bij de Kleiweg is de uitweg deels afgesloten. Het zijn bijzondere tijden en dat is ook te merken aan de bereikbaarheid. Er is minder verkeer op de weg en ook het openbaar vervoer rijdt minder. Vooralsnog gaan alle wegwerkzaamheden in de regio Rotterdam door. Via rotterdamonderweg.nl en via Facebook en Twitter houden wij je op de hoogte van eventuele extra maatregelen of wijzigingen. De Maastunnel is deze week 2 nachten dicht voor onderhoud. Dit gebeurt in de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 maart en van dinsdag op woensdag 1 april. De tunnel is dan vanaf 10 uur 's avonds afgesloten richting zuid en vanaf 12:30 in beide richtingen. De afsluitingen duren tot 6 uur 's ochtends. Omrijden kan via de Ring, de Willemsbrug en de Erasmusbrug. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/maastunnel. Op de A16 wordt 2 nachten gewerkt op de parallelrijbaan van de A16 richting Breda. In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 maart en in de nacht van dinsdag op woensdag 1 april is de parallelbaan dicht tussen Prins Alexander en Rotterdam-Kralingen. Ook afrit 25 en af- en toerit 26 zijn dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Ridderkerk Noord. De werkzaamheden duren van 10 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur. Voor meer informatie kijk je op rotterdamonderweg.nl/A16. Tot en met 29 mei zijn in Kralingen de Honingerdijk en de Oostzeedijk in beide richtingen dicht voor het autoverkeer, tussen de Oost-Maaslaan en de Elisabethstraat. Omrijden kan in beide richtingen via de Maasboulevard. Tramlijnen 21 en 24 rijden tijdens de werkzaamheden niet over de Honingerdijk en de Oostzeedijk, maar worden tussen de tramhaltes Woudestein en Oostplein omgeleid via de Oude Dijk, de route van tramlijn 7. Tramlijn 7 rijdt niet verder dan tramhalte Oostplein. Alle informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/Honingerdijk. Op de Kleiweg vervangt de RET de tramrails en de haltes krijgen een opknapbeurt. Ook de inrichting van het kruispunt met de uitweg verandert. Tot 31 juli is de uitweg dicht tussen de Erasmussingel en het tankstation. Omrijden kan via de Melanchthonweg, de Gordelweg en de Straatweg. Richting Schiebroek wordt het verkeer omgeleid via de Straatweg, de Weissenbroeglaan en de Argonautenweg. Voor meer informatie ga je naar rotterdamonderweg.nl/kleiweg. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week!